Wil jij weten hoe je egels in de tuin kan houden? Blijf zeker kijken. En daarnaast heb ik jouw hulp nodig en de egel ook. Heb jij wel eens een egel gezien? Laat het weten door een emoji egel in de comments te zetten. En ik ben ook heel benieuwd waar je die egel zag. Als je nog niet geabonneerd bent op Elze's Dierenwereld, doe dat snel. De Europese egel gaat 's nachts op zoek naar eten. Ze leven op heel veel plekken in Nederland. Misschien ook wel bij jou in de buurt. Maar hey, quizvraag. Wat eet een egel het allerliefste? Is dat A, planten? B, insecten? Of C, tomaten? Het goede antwoord is antwoord B, insecten. Egels zijn gek op insecten en andere dieren zoals slakken en wormen. Maar eigenlijk eten ze bijna alles wat ze 's nachts op hun expeditie tegenkomen. Wist je dat niet alleen de egel in Nederland voorkomt, maar dat er maar liefst 17 soorten egels op de hele wereld leven? Van de woestijnen in Afrika tot de bossen in Europa. Egels zijn overal. De allermooiste egel die ik ooit ben tegengekomen in een ander land, dat vertel ik je straks, dus blijf kijken. Tijd om in actie te komen, dierenavonturiers. Om te weten hoe het nou met die egel gaat in Nederland, willen onderzoekers weten waar die egels voorkomen. Dus als jij een egel hebt gezien, geef hem door. Elk jaar in september organiseert de zoogdiervereniging de egeltelling. En het is heel belangrijk om egels in je tuin en ook egels buiten je tuin door te geven. Zelfs als je misschien een dood egeltje ziet. Like deze video als jij mee gaat doen met de egeltelling. Wil jij de egels in jouw tuin helpen? Wow. Ik heb een paar tips voor je. Zet in ieder geval een bakje water neer. Zeker in de zomer is dat heel belangrijk. Kattenbrokjes zijn ook een hit. En zorg voor schuil- of slaapplekken voor de egel. Bijvoorbeeld een egelhuisje. En heb je een vijver? Egels kunnen prima zwemmen, maar ze moeten wel eruit kunnen. Dus zorg dat er bijvoorbeeld een plankje in ligt. Ik heb weer een quizvraag voor je. Wat is het allergrootste gevaar voor egels in de tuin? Is dat antwoord A, robots? Antwoord B, katten? Of antwoord C, giftige planten? Het goede antwoord is antwoord A, robots. Steeds meer mensen hebben robotmaaiers in hun tuin. En daar kunnen egels onder terechtkomen. Dat is super gevaarlijk, zeker voor de jonge egels. Wauw, wat een tof dierenavontuur is dit! En de tofste egel die ik ooit ben tegengekomen, dat was in Tel Aviv. We liepen langs de boulevard en in de bosjes zagen we opeens een hele mooie egel lopen. Dat was echt een hele bijzondere ervaring. Ik ben heel benieuwd wat jij de mooiste of de tofste egel vindt van al die soorten op de wereld. Laat het weten in de reacties hieronder. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan snel. Like de video en ik zie je de volgende keer. Doei doei!